finale van de Boys 6 Girls 7 A finale. Ik ga ze jullie voorstellen. Vanuit Oskiano van Rooijen. Veldhoven dan Jason van Druden. De deurtrapper sterk rijdend vandaag Sarah Jansen. Luland Luna Lauwersen. Ook van Luland Bo Makkink. We hebben voor de roepers Rowan Leenders. En voor de deurtrappers aan de start staan Jaro Spogen. Oké, succes hè. Maar je moet wachten, dat is ook heel erg mooi. Dat is ook deze A-finale bij de Boys 9 Girls. 6, 7 jaar moet ik zeggen. We zijn vertrokken. Als een dubbeltje uit het doosje met de stem op Jaro Spogen. Jaro Spogen wordt gewoon door Rowan Leenders. Rowan Leenders tweede plek, derde plek dan Bo Makkink. De dame in het gezelschap die daar toch heel erg sterk aan de voorkant rijdt. Maar ook de 83 zit er tussen Luna Lauwersen. Luna Lauwersen vierde positie. We gaan kijken of het zo zal blijven tot aan de finish. We gaan het volhouden. Ze gaan het volhouden tot aan de finishlijn, we zien het wel. We hebben in totaal 105 races gehad in de manches. We gaan het zien of ze ook in deze finale stand mee te houden. Het is nog steeds Jaro Spogen 1. Het is Jaro Leenders 2. Het is Bo Makkink 3. Maar komt er ook Luna Lauwersen door aan? In het achterveld is het Sarah Jansen. Sarah Jansen plaats nummer 5. Maar vooraan is het één man die heel erg sterk rijdt al een hele dag. Eén man die er heel veel laat zien. Heel goede dingen. En dat gaan we zeker weten in de toekomst nog terugzien. Hij reed deze finale allemaal uit alle combinaties aan gehoord. Het is Jaro Spogen.